Slot Dorrendaal. In een moerassig gebied bij de Waal, enigszins verscholen tussen de loofbossen, ligt Slot Dorrendaal. Waar de naam vandaan komt is niet precies duidelijk, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de vele lisdodden die in de omgeving bloeien. Slot Dorrendaal wordt voor het eerst genoemd in 1332 en aangenomen wordt dat dit slot rond 1330 is gebouwd. Verschillende families hebben het slot al in hun bezitting gehad, als de familie van Stepraad het in 1489 koopt voor 4000 goudguldens. Deze familie houdt het slot, met tussenpozen, tot 1743 in haar bezit. Inkomsten waren vooral de pacht die de boeren moesten betalen. Dit kon geld zijn, maar ook fruit, vlees of groenten. In 1526 wordt Dorrendaal verkocht aan hertog Karel van Gelre. Hij zette het slot in als vesting. Hij voelde zich belaagd door de Bourgondiërs en later door de Habsburgers. Karel dacht dat hij op goede voet stond met de Nijmegenaren, maar juist zij ondernamen Per Aak in plundertocht naar het kasteel en staken het in brand. In 1528 kocht de familie van Stepraad slot Dorrendaal verbrand en wel weer terug en herstelde het. De staatse troepen hadden het slot in de 80-jarige oorlog in handen. In 1585 werd het door de Spanjaarden bezet. De Spaansgezinde kapitein Boel voerde het bevel tot 1590. In dat jaar heroverde prins Maurits Dorrendaal tijdens het beleg van Nijmegen. Hij stak het slot in brand en veroordeelde kapitein Boel voor landsverraad ter dood. Van het kasteel bleven alleen de zware rompmuren overeind. De familie van Stepraad gaat opnieuw voor herstel. Na 1655 gebruikte de familie van Stepraad Dorrendaal niet langer als hoofdverblijf. Zij wierpen zich in die tijd op als beschermer van de Rooms-Katholieken in het land van Maas en Waal. De protestantse regering had immers het katholieke geloof verboden. Zij stelden de slotkelder ter beschikking als schuilkerk. De pastoors woonden op het kasteel en werden door de familie onderhouden. Als je goed kijkt, kun je de sporen van deze kerk nog zien. Zo is het wijwaterbakje er nog altijd, evenals de sterrenhemel boven het altaar uit 1780. Door de eeuwen heen is het slot vaak verbouwd. Er zijn gebouwen verdwenen en nieuwe opgetrokken. Er kwam een tuin, de slotgracht dempte, maar kwam na de hand weer terug. De drie hoektorens verdwenen, het koetshuis bouwde men in 1864... en zelfs de brug over de slotgracht is door de eeuwen heen diverse keren aangepast. Maar vandaag de dag is Slot Dorrendaal nog steeds een pareltje. En de schuilkerk? Tja, die heeft haar magie in de 21ste eeuw verloren. Of